Zoals u ziet bevinden wij ons aan de Zwartenhovenbrugstraat, waar de wijziging plaatsvindt van de verkeerssituatie. De heer Sangour gaat ons verder inlichten over de werkzaamheden en waar precies afgesloten wordt. U weet, in het kader van het project herriolering Zwartenhovenbrugstraat, we starten, althans de aannemer is reeds gestart, maar morgen, zaterdag, zondag en maandag gaan ze asfalteren. Ze gaan de toplaag aanbrengen en dat is het weggedeelte van de Zwartenhovenbrugstraat, gelegen tussen de Keizer en de Dr. Sofie Redmondstraat. Wat er gaat gebeuren zaterdag en zondag is het van 8 uur tot 6 uur 's middags. We gaan op zaterdag het weggedeelte afsluiten dat gelegen is tussen de Keizerstraat en de Meester Brumastraat, de vroegere Weidestraat. Hè. En daar gaan de werkzaamheden worden uitgevoerd. Let u op, mijn mensen, wanneer u rijdt vanuit het zuiden, u komt uit de richting van het zuiden, en u zou naar het noorden willen gaan, wordt u geadviseerd meteen de Redmondstraat rechtsaf te nemen. Als u komt uit het zuiden, komt u uit het westen bij Kwakudar, dan gaat u rechtdoor over de Redmondstraat. Als u doorrijdt naar de richting van de Brumastraat, let wel uit de richting van het zuiden, laat me het zo, u komt uit de richting van Bureau Nieuwehaven, dan als u rechtdoor komt, gaat u op een gegeven moment linksaf moeten inslaan in de Brumastraat. U kunt dan niet verder rijden, want die heren die gaan daar bezig zijn. Op zondag wordt er dan die hele strekking wordt dan in één hint geasfalteerd. Maar we verplaatsen dan de omlegging vanaf de Brumastraat tot de Dr. Sofie Redmondstraat. En daar duren de werkzaamheden ook van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Mocht het zijn dat de werkzaamheden niet zijn afgerond, dan komen we maandag weer, maar niet in de morgenuren. Maandag om 6 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend, de dag daarop volgend. Meneer Sangour, wanneer worden de werkzaamheden tussen de Nassilaan en de Keizerstraat hervat? Oké, ik denk dat de aannemer voornemend eerst het kruisingsvlak van de Keizerstraat en de Zwartenhovenbrugstraat eerst af te ronden. Als ze daar hebben afgerond, dan gaan ze terug naar sectie 1, wat bekend staat Nassilaan, de Zwartenhovenbrugstraat tussen Nassilaan en de Keizerstraat. Het weggedeelte van de Zwartenhovenbrugstraat dat nog steeds niet is aangepakt, wanneer wordt dat gedaan? In de maand december hebben ze het lateraal gedeelte, dat zijn de huisaansluitingen, gelegen tussen het Molenpad, denk ik, en de gemeente en Drambrandesgracht, hebben ze reeds aangepakt. Dat is lateraal. We moeten weer aan tafel gaan met de aannemer en andere actoren. Want dan gaan ze door met lateraal vanuit Drambrandesgracht richting de Prinsenstraat en richting Redmondstraat. En tegelijkertijd denk ik ook dat er zal worden overgegaan tot het vernieuwen van de hoofdriolering. Maar dat moet nog worden besproken rondom de tafel. Maar het komt gauw, het komt gauw. Ja, en houdt u rekening, en ik vraag de weggebruikers ook rekening te houden. Dat wordt een toffe job daar. Maar zoals ik het altijd zeg, we gaan het samen moeten doen. U en ik samen, de samenleving, de politie, ministerie, OW. De overheid heeft het goed voor ons. De Zwartenhovenbrugstraat wordt lekker, niet als racebaan, maar het wordt lekker rijden straks. Het komt goed. Oké, Bradangasa, Lekvou Sabi, aannemer bij Tali de bezig op de straat die Zwartenhovenbrugstraat voor rehabilitering, if me kan takken zo. Morgen, Tamara Satra, 19 januari, naga Sonde, 20 januari, vanaf Aichuru Manting, gomit Siksi Yuru Bakadina, aannemer Orokotap Zwartenhovenbrugstraat, Ouchara, a toplaag kung fu, asfalt. Let wel, we hebben tapa pasi, maar gedeeltelijk. En daarna een stukje Sande Mindri voor Keizerstraat naar Meester Brumastraat, a vroeger Weidestraat. Dat wil zeggen, als je komt uit het noorden, je hebt binnen dat je in Keizerstraat. Als je komt uit de richting van Nieuwehaven naar Kwakudape, als je wilt gaan naar noorden, naar Waterkantzee of if you take Choi na Norden, da ya bif Bengo, of you take ya begin take Saramaka Straat, of you rei Dr. Sofie Redmond Straat rechtsaf. Ja, want you know ma rei, yo ma rei ko langa ma op een gegeven moment ya bif Ben linksaf in de Weidestraat, of so you will Bruma Straat. Dat na soop sa Satra. Zondag, ook to Aichuru Manteng gomit 6 euro bakan na,
de omlegging en verplaatsing schreef na vanaf Bruma straat gomit Dr. Sofie Redmondstraat. Dat wat ik hier, als je moet vanuit richting Nieuwehaven, ja, wie ben direct naar Redmondstraat, links of rechts. Als je moet uit het noorden, dan ik kan rijden, maar je bent dan in Steenbakkerijstraat linksaf. Hopelijk, ik versta mijn boek, mocht het zijn dat er ook nog er ook nog rondaf, dat we gaan moeten net die door en dat na 6 uur bakken na gomit 1 uur manting. Dat we rond daar ook af, zodat moeder mannen ik kan rijden, schuiten, tapas wat over de straat.